De Krijtlandroute. Van dit prachtige stukje Nederland blijf je zo steeds weer genieten. Omroep Krijtland heeft er een filmimpressie van gemaakt om iedereen te laten zien hoe mooi ons Krijtland is en wat dit allemaal te bieden heeft. De veelzijdigheid wordt weergegeven door de natuur met zijn bossen, heuvels en dalen, prachtige vergezichten, beken en riviertjes. Het toerisme met vooral zijn fiets- en wandelmogelijkheden en niet te vergeten de vele hotels, restaurants en gezellige terrassen. De cultuur met de evenementen zoals schutterijfeesten, bierfeesten en muziekuitvoeringen. De attracties, het drielandenpunt, zwembaden, speeltuinen, visvijvers en nog veel meer. De infrastructuur, zoals historische gebouwen, kastelen, monumenten, vakwerkhuizen, kerken en kapellen. Dit alles hebben we al rondrijdend door ons Krijtland proberen vast te leggen in een vierdelige serie. Veel kijkplezier! In deel 4 van onze vierdelige serie De Krijtlandroute gaan we een kijkje nemen in de plaatsen Heiraat, Sleenaken, Beutenaken, Peeszaken, Euverum, Rijmerstok en Gulpen. In ons laatste deel 4 gaan we via Heiraat. Vanaf hier hebben we een mooi uitzicht op Sleenaken. Sleenaken, gelegen in het Gulpdal en grenst aan België. Het is een geliefde pleisterplaats voor toeristen. De Gulp stroomt dwars door het dorp langs diverse gezellige horecagelegenheden. Ook zien we de Gulp voorbij komen bij de Broekmolen, een voormalige graan- en oliemolen. Hier meandert de Gulp verder door het Gulpdal. Ook hebben we hier een prachtig zicht op de omringende hellingbossen, waar veel dassen en vossenholen te vinden zijn. We verlaten Sleenaken en rijden door het buurtschap Beutenaken, dat 2 jaar geleden genomineerd was voor het groenste dorp van Nederland. Direct vooraan in deze route nemen we een kijkje bij een doorwaadbare plaats in de Gulp. We rijden nu verder door dit prachtig gelegen plaatsje in het mooie Gulpdal, met enkele vakwerkhuizen. We komen aan bij een tweede doorwaadbare plaats in de Gulp. En van hieruit hebben we ook een mooi uitzicht op de omringende landschappen. Als we verder rijden, komen we aan bij Karsveld. In het buurtschap Waterop bevindt zich het herenhuis
Karsveld, gebouwd in 1900. Dit herenhuis stamt oorspronkelijk uit een kasteel uit de 15e, 16e eeuw, dat in 1795 is afgebrand en ook nog eens in 1931 door brand is verwoest. Beide keren werd het weer helemaal herbouwd. We rijden nu verder richting Peeszaken. Tijdens deze route zien we mooie landschappen en gaan naar Peeszaken via een smalle weg over een gulpbrug door Peeszaken. En via Euferum naar camping Ozebos. En vanaf hier verder door naar Reimerstok. Al rijdend komen we bij een viaduct, onderdeel van de tramlijn tussen Maastricht en Aken, die van 1925 tot 1938 in gebruik was. Langs deze route komen we aan bij de hopplantage van de bierbrouwerij Gulpen. Eenmaal per jaar worden hier de hopfeesten gehouden. In de kern van het dorp zijn diverse vakwerkhuizen te vinden. Om de twee jaar worden hier de bekende kunstexposities, de Reimerstokker Poorten, gehouden. Ook vinden we hier een traditionele carré-boerderij De Puthof, waar diverse dorpsactiviteiten plaatsvinden. We vervolgen onze route vanaf Euferum naar de Rijksweg en dan naar Gulpen. Gulpen ligt zelf langs de Gulp en tegen de Gulperberg aan. Vanaf de Rijksweg zien we kasteel Neuburg. Neuburg is te bereiken via een lindendreef. Het is privébezit en alsnog niet te bezichtigen. Het huidige kasteel dateert van na 1288, maar is waarschijnlijk al eerder ontstaan als mottenkasteel plus een kasteelboerderij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis gebruikt als internaat door de paters Jezuïeten. Tegen het einde van de oorlog werd het gebruikt als hoofdkwartier van het Amerikaanse leger. We gaan nu verder kijken en komen aan bij de vijvers. Bij de mooi aangelegde vijver kun je heerlijk even relaxen. En daarna een kijkje nemen bij de Neuburger Molen. En de meanderende Gulp natuurlijk.
We vervolgen onze route naar het centrum en vinden hier de Gulpener bierbrouwerij. De brouwerij werd in 1825 opgericht door Laurens Smeets onder de naam Gulpener Bierbrouwerij, de gekroonde leeuw. Het centrum van Gulpen, de markt, een gezellig dorpsplein met diverse horeca en terrassen. Hier worden ook diverse evenementen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de bierfeesten. Via de dorpsstraat komen we langs de Oude Kerktoren, een Romaanse toren die waarschijnlijk uit de 11e eeuw dateert. Via de Nieuwstraat naar het busstation. Het busstation is in 2013 geheel vernieuwd en alle buslijnen uit de regio komen hier bijeen. Dan rijden we naar boven de Gulperberg op. De Gulperberg is een uitloper van het plateau van Krapoel. Op de berg vinden we een voor iedereen zichtbare Mariabeeld. Vanaf hier hebben we prachtige uitzichten en vergezichten op Gulpen, Wielree, Wittem, Partij en diverse hellingen. Hier eindigt onze krijtlandroute. Present in Lemiers, hier vindt de 27e Catharinewandeltocht plaats. Luc en hij schreven en starten voor een wandeltocht van 7, 10, 15 of 25 kilometer. Startplaats is bij Café Oud Lemiers en je kent eigenlijk binnen te lopen tussen 7 en 12 uur. Ik ga eens even vragen aan deze mevrouw, wie wordt de wandeltocht van de meester? Ze doen wel op de helft, maar nou, wie geeft het? Nou, geweldig. Het is een heel mooie route met prachtige bermen met blonde armen. Echt genieten. Is het een moeilijke tocht? Nee, het is geen moeilijke tocht. Ja, het is echt leuk.